Waar ben je nu? In San Francisco, eigenlijk wel een van de grote hotspots als je het over de collaborative economy van de wereld. En waarom ben je hier gekomen? Het is begonnen met een tweet naar Dané Ringelman, een van de founders van Indiegogo, een van de grootste crowdfunding platformen ter wereld. Waarbij ik eigenlijk heel simpel zei van, goh, geef me 1,5 uur van je tijd. En vervolgens dan ga ik het de kosten om buiten te komen, crowdfunding via platform. Dat is gelukt. En nu een aantal maanden later zijn we in San Francisco. De crowdfunding campagne is niet helemaal geslaagd, maar achter de schermen is het allemaal goed gekomen. En gaan we 9 mensen interviewen de komende week. Wie ga je interviewen en waarom? We beginnen morgen met iemand van RelayRide, een heel groot carsharing platform. Vervolgens die daar juist interessant van hoe is het allemaal hier gegroeid. En ook een beetje een overzicht krijgen van de collaborative markt hier in Amerika, vooral de sharing economy markt. Vervolgens gaan we bij het consulaat langs in San Francisco om te kijken wat voor rol ligt er voor hun weggelegd in het maken van de verbindingen tussen de start-ups in de verschillende landen. In een tijd waar wij eigenlijk de start-ups zich niks aantrekken van die landen of eigenlijk van die landsgrenzen. Vervolgens gaan we op dinsdag hebben we eerst een interview met iemand van Airbnb. Dat vind ik heel erg interessant, juist omdat zij heel op een mooie manier ook het bedrijf aan het uitbouwen zijn wereldwijd. Daarna hebben we met Liza Gensky, ze heeft een boek geschreven, The Mesh. Gaan we het hebben over haar boek uiteraard, maar ook zij is heel erg interessant bezig. Zij is zelf ook ondernemer, dus zij kan heel mooi die collaborative economy in Amerika schetsen vanuit haar ondernemersperspectief. Om vervolgens met Jeremiah Ouyang, een analist en een onderzoeker, te gaan spreken over de verbintenis tussen de start-ups in de collaborative economy en de bestaande organisaties. Dat is dan echt zijn specialiteit. Op de woensdag hebben we met Listia hebben we een interview. Dat is een marktplaats waarbij mensen via een eigen geldsysteem markt van spullen aan het verhandelen zijn. Dus daar liggen ook heel veel interessante vraagstukken over. Hoe doen ze dat qua belasting? En ook hoe ze uiteindelijk echt een compleet eigen geldsysteem hebben opgezet. Want zijn er in 4 tijd nu al meer dan 100 miljoen items via verhandeld. Daarna hebben we met Neil Girlflow een interview. En Neil is echt een toffe gast. Hij is een beetje eigenlijk de hippie van de deeleconomie. Als je kijkt naar Jeremiah, dat is echt een beetje de commerciële man. Neil is echt de hippie die ook heel erg gaat voor juist niet het winstmaximalisatie, maar meer het echte waardemaximalisatie. Waar we ook gelijk ook bij blijven slapen. Donderdag eindelijk dan Indiegogo met Dané, een van de co-founders van het platform, het interview. Om daarna met April Rowin te gaan spreken. April die is heel erg gespecialiseerd in het sharing city concept. Oftewel, hoe kan je als stad eigenlijk de deeleconomie omarmen en echt onderdeel maken van de dagelijkse economie. En dan op vrijdag als laatste hebben we een interview bij Wikipedia. Natuurlijk als je het hebt over Collaborative, een van de tofste initiatieven ter wereld. Ook een beetje het best geslaagd. En vrijdagmiddag hebben we nog een plekje over. Dus wellicht dat daar nog een mooi interview tussendoor komt. En wat kunnen mensen verder van ons verwachten de komende dagen? Veel video's. Er komt een mooie muziek voorbij. Veel video's. Iedere dag video's uploaden waar we ook echt terugkijken naar de interview die we hebben gedaan. En foto's. Dus volg ons vooral via Twitter, via Instagram, via YouTube. En dan ga je echt op die manier met ons mee op reis.